Jou, Nikki, met het laatste nieuws. Ja, in de zesde nacht van de oorlog in Oekraïne hebben de Russen wederom veel aanvallen uitgevoerd. Verschillende media die melden dat de zuidelijke havenstad Gerson door de Russen op Oekraïne is veroverd. De Britse krant The Guardian die schrijft dat het treinstation en de haven van de stad afgelopen nacht in Russische handen zijn gekomen. Deze beelden zijn van CNN. Daarop zien we dus troepen, Russische troepen, door de straten van Gerson rijden. En deze beelden die zijn ook geverifieerd door CNN en door meerdere Britse media. De slag om de stad, daarbij zouden zeker 200 mensen om het leven zijn gekomen vannacht. Dat schrijft de BBC op basis van een lokale politicus. En ondertussen meldt het Oekraïense leger dat Russische parachutisten deze ochtend zijn geland in Kharkov. Dat ligt dan weer in het oosten van Oekraïne. De landingen die zouden onmiddellijk hebben geleid tot gevechten. En of daarbij slachtoffers zijn gevallen, ja, dat is niet bekend. In een verklaring op Telegram schrijft het leger dat een plaatselijk ziekenhuis is aangevallen door de Russen. Gisteren nog hoorden we dat de aanvallen al een tientallen Oekraïners het leven heeft gekost. Verder meldt de adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken van Oekraïne dat er 4 doden, onder wie een kind, zijn gevallen bij een raketaanval op een woonwijk in Zitomir, op zo'n 140 kilometer van Kiev. Dit zouden daar de beelden van zijn, beelden van huizen die in brand staan. Ook in Zitomir zou een ziekenhuis zijn geraakt. En die raketten die zouden zijn afgevuurd vanuit Wit-Rusland. President Lukashenko van Wit-Rusland heeft tegelijkertijd zijn leger klaargezet of opgeroepen om met nog meer troepen aan de grens met Oekraïne te gaan staan. Hij zegt daarbij dat het is om de grens te verdedigen en dat het niet is om aan te vallen, maar andere berichten doen dus anders geloven. We hebben op dit moment verbinding met Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten. Nou, verschillende media die melden dus deze ochtend dat Gerson in handen is van de Russen. Hoe groot is die overwinning voor Poetin? Ja, het is één van de steden die eraan het innemen is. Het is een belangrijke stad omdat hij daarmee aansluiting krijgt met andere gebieden in het zuiden. Het is een niet onbelangrijk verhaal voor hem. Het is de vraag natuurlijk wat er hierna gaat gebeuren. Ja, en nu horen we dus dat ze verschillende aanvallen hebben uitgevoerd. Ook dat daarbij dus aanvallen zijn geweest op ziekenhuizen en woonwijken. In hoeverre kunnen we dan nog spreken van verkeerd gekozen doelwitten? Of lijkt er toch een andere strategie achter te zitten? Ja, wat het ook is. Het is een brutaliteit die Poetin aan de dag legt. Een niets onzienend geweld. Hij maakt totaal geen onderscheid tussen burgerdoelen of militaire doelen. En of dat nou bewuste tactiek is of niet. Dit is wat het is. En het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurt voor de mensen daar. Ja. Is ook nu te zeggen, naar aanleiding ook weer van vannacht, dat de Russen de overhand beginnen te krijgen in Oekraïne of hebben op dit moment? Dat vind ik nog steeds vroeg. Het begint er wel steeds moeilijker uit te zien voor Oekraïne natuurlijk. Maar er is nog steeds sprake van een hoog moreel aan de Oekraïnse kant. Het wordt wel steeds moeilijker, hè, want ook Oekraïnse leger moet bevoorraad worden, moet blijven kunnen beschikken over wapens. Dus het wordt wel steeds moeilijker. Maar uiteindelijk zal Rusland ook in Kiev willen komen. Daar wil hij zijn marionettenregering installeren. En dat zal nog wel even duren. We kunnen straks ook nog schakelen met een oorlogsverslaggever in dat gebied om te horen hoe Kiev vannacht heeft beleefd. Ik wil nog even van u weten hoe u kijkt naar de toespraak van Biden, president Biden van de Verenigde Staten, moet ik zeggen. Bij de State of the Union zei hij dat de VS geen troepen zal sturen naar Oekraïne. Is dat vol te houden? Ja, ik denk dat we dat toch nog wel even zullen zien, dat standpunt. Want als hij dat niet doet, dan zegt hij in feite dat NAVO in oorlog gaat met Rusland. En dat is iets wat we toch ten koste van heel veel willen vermijden. Ik zie nog niet dat snel gaat veranderen, want dan gaan we echt een hele belangrijke stap maken. Want waar zou dat kantelpunt dan kunnen liggen? Ja, als het lijden in Oekraïne, of als de brutaliteit in Oekraïne nog verder toe gaat nemen, er wonen daar 40 miljoen mensen. Poetin lijkt gezegd te hebben dat hij eigenlijk vindt dat Oekraïne van Rusland is. En dat die Oekraïners eigenlijk daar weg moeten of zich volledig moeten onderwerpen aan Rusland. Maar als dat het beleid is van Poetin, dat hij echt vindt dat Oekraïne terug in het moederland moet worden opgenomen. Ja, dan kunnen we nog wel een hoop ellende zien. En ik denk dat als we echt in het Westen gaan zien, dat daar gewoon, laat ik het woord maar gebruiken, genocide wordt gepleegd op de Oekraïners.
Dan wordt het wel heel moeilijk voor het Westen om helemaal niks te doen. Want dat heeft ook voor ons in de toekomst zo'n enorme impact. Dat kan ik me echt slecht voorstellen. Ja. Het is wel een wrange conclusie dat we dus moeten wachten totdat de beelden erger worden. En niet alleen de beelden, maar totdat de situatie daar erger wordt. Dat is de koude werkelijkheid, ja. Ik wil u danken voor de toelichting. Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten. Ja, Jan-Kees, even over die toespraak van Biden natuurlijk vannacht. Hij heeft geen nieuwe toezeggingen dus gedaan. Geen nieuwe militaire toezeggingen in ieder geval. Wat viel je wel op wat hij wel zei? Nou, hij zei dat ook Amerika een no-fly zone ging instellen voor Russische toestellen. En, wat ook belangrijk is, hij gaat een speciale taskforce opzetten. Een organisatie die achter het geld van de oligarchen aangaan en gaan controleren hoe ze daaraan gekomen zijn. Dus hij gaat nog weer dieper in die kliek rond Poetin. Die oligarchenkliek gaat hij proberen het leven zuur te maken. Dat is toch wel een heel belangrijk signaal. Is een signaal dus inderdaad, want hoe specifiek kunnen ze nou echt iets doen? Nou, ze kunnen, als je echt gaat zoeken en als je ook allerlei bestanden aan elkaar gaat knopen uit de financiële wereld, dan kun je misschien wel heel ver komen om te kijken waar gaat nou het geld van die oligarchen, hoe loopt dat nu en waar kunnen wij beslag op leggen omdat er misschien wel niet eerlijk aan gekomen is. Nee, dan gaat het toch weer om sancties, terwijl ondertussen dus Poetin verder oprukt, die verschillende steden nu omsingeld heeft. U bent oud luitenant-kolonel van de luchtmacht. Wat maakt nou alles wat Nicky vertelt en al die beelden die we zien, wat maakt u dat nou militair technisch duidelijk? Nou, het lijkt erop alsof in ieder geval de Russen uit zijn om het oostelijk gedeelte van Oekraïne volledig in te nemen. En een verbinding te maken vanuit de Donbass. Mm-hmm. En dan naar het zuiden, aan de noordkant van de Zwarte Zee. Om ook Oekraïne, wat daar dan in de toekomst nog van over is, volledig af te sluiten van de Zwarte Zee. En dat betekent dat het eigenlijk, als er een gedeelte over zou blijven, en dat is allemaal nog de vraag natuurlijk, dat Oekraïne ook helemaal afhankelijk wordt dan van Russische doorgang van of het doorlaten door de Russen van allerlei goederen die ze nog kunnen exporteren. Ja. En daarmee wordt ook een groot gedeelte van Europa weer afhankelijk van de houding van de Russen. En als je dan nu kijkt naar welke dingen nu als eerst geraakt worden, welke steden waar die op inzet, zou je dan kunnen zeggen dat het doel nog steeds onveranderd is en dat ze dan als eerste stap dus dan nu Kiev? Nou, meerdere fronten tegelijk natuurlijk. Mm-hmm. Dat oosten zien te bezetten, maar Kiev innemen om te zorgen dat Zelensky niet meer het oppercommando heeft over het Oekraïnse leger en ook het Oekraïnse volk niet meer kan aansturen. Want je ziet dat hij toch wel als een grote held wordt gezien en de mensen ook inspireert om weerstand te bieden tegen de Russen. En als je dat kunt wegnemen, dat was natuurlijk ook die aanval op die televisietoren van gisteren, mm-hmm. Proberen hem te isoleren, dus zeg maar feitelijk te onthoofden, het land te onthoofden. En of dat nou fysiek is of door middel van hem niet meer toegang geven tot de media, ja, dan hopen de Russen dat ze ook het Oekraïense volk de weerstand daar kunnen breken. Dat ze niet meer een grote leider kunnen zien. Ondertussen maakt Nederland zich